Hier is hij. Tycho, jongen. Ja. Dat is lachen. Hallo kijkers van Tychootje. Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag een andere video dan normaal. Vandaag ga ik naar de 24 uur stream van Giel Beelen. Het is nu in de avond. Giel is al bezig. Op dit moment is 10 Dylan Hagens in de stream. Zometeen mag ik ook even bij Dylan in call en hallo hallo wie lacht er zo doen. Dat is een soort game die ik altijd doe bij Giel. En morgenochtend, wat eigenlijk de kijkers nog niet echt weten, ga ik met de trein naar Giel toe om een uurtje bij Giel's livestream te zijn. Super vet. Dat ga ik dus morgen doen. Ik vind dat zo vet. Dus ja, nu deze avond zit ik lekker de stream te kijken. Oh, die ziet er wel chill uit. Voor Giel is het echt balen, omdat Enzo is dus ook live. Ja. Maar nu dus de stream van Giel. En die ga ik nu dus ook kijken met Dylan Hagens. Ook Thomas heb ik net gesproken. Echt vroeger in groep 7, 8 keek ik altijd naar hem. Hij had een rode Adidas vest altijd aan. Ja, dat was ook mijn droom om zo'n Adidas vest te kopen. Maar ja, ja. Ook op de computer. Hier dus had ik toen mijn laptop staan. Hier wat je ook in mijn oude video's ziet met deze achtergrond. Wow, mooie kleren. Ging ik altijd met een soort paint. Ging ik zo'n rode Adidas vest eroverheen doen. Net doen voor Thomas was. Hij maakte echt hele tof video's. Dus ik heb hem net mogen spreken en dat kunnen vertellen. En zometeen ga ik even bij Dylan in call. Bij hem. En dan ga ik hem een lachje laten horen. En wat is hallo, hallo, wie lacht er zo is. Ik heb dus een lachje. Ik ga hem jullie al vertellen, want als deze video online komt, is dat al lang geweest. Hier zo heb ik dus een geluidje staan. Ik heb twee soorten. Hier, zoals ik deze afspeel, dan is het een geluidje. Jullie horen dat gewoon, ja. Oh, jullie kunnen het daar dan zien, maar... En nog een ander lachje is zeg maar dit. Ja, jullie zien al misschien wie het is, maar hun zien dat niet. Jullie mogen even gokken van wie die lach is. Waarschijnlijk hebben jullie al de stream gezien, maar... Het is dus Chris van Prankster. Of Pranksters. Ik weet de namen wel. Die ga ik zo dus bij Dylan doen. Kijken of die het weet. Ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ik ben echt heel enthousiast. Ik vind Giel's stream echt heel leuk. De 24 uur stream. 24 uur. Moet je nagaan. En ja. Ik vind het leuk. Dus ik ga nu even nog Giel's stream kijken. En zo meteen ik call met Dylan Hagens. Dat zou ik ook wel zo even filmen. Zo. Dus laten we beginnen. Zo wordt het een mooie neus gehad. Wow, full HD. Echt, die softbox is echt wel best wel cool. Het is best wel donker buiten. Oh, kijk die wolk heel lonen zijn. Dus let's go to the stream. Ja, ik heb er niet gelijk heel veel. Ik heb er gewoon eentje voor nu en dan misschien later nog eentje. Maar dit is ook speciaal voor Dylan en zijn team. Laat me horen. Nee. Ik zou het echt niet zeggen. Oh, ja, wacht. We hadden nog een andere, toch, van hem? Ja, oké. Zal ik die laten horen? Ja, fijn. Oké, mensen, ik was net bij Dylan Hagens. Ik had hallo, hallo, wie lacht er zo gedaan? Ik had één lachje. En Dylan wou heel graag nog een paar lachjes. Dus heb ik nu geregeld, ga ik zo weer een call bij Dylan. Ik vind het echt gezellig. En ook echt heel cool hoe Dylan mijn naam zegt. Tycho. Oh, ik vind Dylan echt gewoon zo geniaal. In ieder geval, ik ga weer in call. Oké, ik begin met de eerste. Die is even makkelijk. Tenminste, dat hoop ik dan. Oké, komt-ie. Is dat Enzo? Ja. Nee, dat is volgens mij is het ook Enzo. Ik denk dat het Dylan zelf is. Zo, team Dylan Hagens is nu dus weg. Nu zijn Mark en Rob er. Natuurlijk nog steeds Giel. Wow. En met het snelspel noemt Giel iets op. Iets wat je in huis kan hebben. En vervolgens moet je... zo snel mogelijk datgene pakken. Dus ik moet echt door je om mijn huis rennen. Het is wel donker buiten. Wow, je ziet gewoon mijn kamer. Maar het is donker buiten. Oh, ik ben Tycho. Ja, ik moet waarschijnlijk wel een beetje stil zijn. Maar ik heb zo zin in morgen. Het is nu nog niet zo heel laat. Nog 11 uur. Ik wil de stream wel heel nacht kijken. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want morgen moet ik natuurlijk vroeg weg. En mijn wekker staat op 5:30. En dat op een zaterdagochtend. En nu ga ik rustig stream kijken. Ik moet nog 9 minuten wachten op de bus. Dan ga ik naar Giel. Dit vind ik echt vet. Ik vind vlog in openbaar nog steeds gek. Komt een auto. Oké, mensen, het kan niet ver meer zijn. De kerk die altijd in Giel's stream is. Ik onderbreek even deze video. Inmiddels is het al een paar dagen geleden dat de stream is geweest. Ik zit nu hier en was bezig met de video aan te editen. En toen wou ik het stukje laten zien dat ik in de stream was. Alleen balen was dat ik eerst het heel stukje niet terug kon vinden. En vervolgens zag ik dat in een Facebook story van Giel's on stage dingetje. Kon ik mijn stukje terugvinden. Ik wil het stukje dus aan jullie laten zien. Maar er is één probleem. Het is gewoon totaal niet HD. Je ziet gewoon best wel veel pixels. En ook een beetje slecht geluid. Holy shit. Kijk, ik dacht al via social media. Het kan niet lang meer duren. Ja. Maar ladies and gentlemen. Hier is hij. Tycho, jongen. Ja. Dat is lachen.
Ik ben ook bij Tycho thuis geweest, dus eigenlijk is het wel zo eerlijk dat hij ook hier nu is op de zolderkamer. Heb je nog een beetje geslapen eigenlijk? Of ben je in één keer doorgegaan? Ja, ik heb wel geslapen, want ik moest vanochtend om 5:30 weer opstaan om met de trein hierheen te gaan. Shit. Duurde even. Ja, maar dan heb je ook wat, ja. Want ja. Nou ja, ik ben wel bij jou geweest, dat is wel even een eentje met de trein nog, ja. Ja, was en ook goed, nog eens had ik één halte, was ik te vroeg eruit gestapt. Oh. Dus moest ik weer een kwartier wachten om weer verder te gaan. Oh shit. En toen had ik de bus gemist, dus toen ging ik maar hierheen lopen. En dat duurde gelukkig niet heel lang. Nee. Anders had ik hier nog niet geweest. Nee, precies. Want het is wat dat betreft vlakbij het station. Het is, nou ja, je ziet het aan de kerk. Het is bij de grote markt. Ja, toen ik de kerk zag, wist ik dat ik dichtbij was. Ja, heel goed. Ja. Vogeljongen zegt ook Tycho. Tycho. Nee, niet Vivo. Het is Tycho. Ja, precies. Ja, lekker Tycho. Je hebt al behoorlijk wat fans op je naam. Hoeveel sta je nu? We moeten nog maar een paar voor de 8400. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Tychootje is tegenwoordig zijn kanaal met heel veel O's. Met twee O's. Oh, toch wel? Ja. Hè? Oh, vergeet ik me gewoon eventjes. Sorry. Ja, ik zie het inderdaad. Dat gaat heel erg lekker. Ja. Heb je alweer meer dan 300 video's op je... Ja, nou, ik vind ook hard. Jouw slogan vind ik zo mooi. Vaak mogelijk een video. Dat vind ik wel echt een goeie. Heb je nog wat meegekregen van de stream? Ja, ik heb wat gekeken. Vanochtend wou ik ook kijken en toen zag ik de vlog zag ik voorbij komen. Oh ja, precies. En toen zag ik nog jou in de chat van ja, ik ga hem zo wel wakker maken. Toen dacht ik al van nou, die gaat komen. Jij dacht maar dat je bent al wakker dus. Jij dacht dat ik echt in slaap getiefd. Ja, dat dacht ik echt. Want dat dacht iedereen. En iedereen zei dat ook, dat je dat had gezegd. Dus ik, nou, nee. Dat is dat ook zo. Het is, als je 24 uur er bent, dan ben je 24 uur. Kijk, ja, maar... Nee, dat is wel waar. It's Nicky. Ja, wie, is dat een fan? Of wie, ja, zo, ik zie heel veel fans, zie ik. Dat is echt heel vet. Wat leuk, zeg. Heb je al een soort meeting gehad? Ja, ik ben aan de YouTube Gathering geweest. Oh, ja. Maar niet echt een eigen meeting of zo. Want ik denk dat dan niet... Ja, er komen wel mensen, maar ik denk niet heel veel voor een meeting. Nee, oké. Okay. En ik ga sowieso weer naar de YouTube Gathering 2018. Ja. Daar ga ik sowieso naartoe en dat wordt wel weer heel leuk. Van de YouTube Gathering 2017, waar ik dit jaar was de eerste keer. En dat vond ik echt heel, heel vet. Kijk, hier kan ik nog even het kanaal laten zien voor die mensen die... het hem niet kennen. Zo vaak mogelijk een video. Dat vind ik echt een hele mooie. En dan zie je ook dus als je goed kijkt. Hoppa, 8,401 abonnees. Is het al gehaald? Ja hoor. Oh. Te net. Oh, mooi. Ja. Ik had niet door, maar... Ja, ja. Mooi. Ja, dat gaat heel snel hier als het gezellig is. Dank daarvoor jongens. Dus ik mag weer zeggen gefeliciteerd. Hij heeft weer een legendary aantal abonnees gehaald. Nou ja, goed, op naar de 9. Eigenlijk op naar de 10 natuurlijk. Wat heb je al een beetje bedacht wat je bij een 10K gaat doen? Ja, wat jij nu aan het doen bent. 24 uur. Ga je 24 uur streamen? Ja, dat wil ik gaan doen. Oké, okay. Lachen. Ja. Nou, dat zal wel even zijn. Dus bij 10K gaat hij 24 uur streamen. Het is vanuit heel zwaar. Zijn kamers. Ja, het is wel heftig hoor. Alles heel de tijd vol praten. Dat is het. Ik bedoel, het is gewoon lullig. Je hebt niet nu echt pijn van heel de tijd praten? Nou, ik voel het wel een beetje. Ik drink ook eigenlijk meer dan ik normaal gesproken zou doen. Daarom moet ik ook gewoon de hele tijd plassen. Maar nee. Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal leuk om al die reacties te zien en zolang ja. Mensen gewoon een beetje in blijven skypen en zo. Naomi zegt, ik ken Tycho niet, maar lijkt me tof. Nou, abonneren dan zou ik zeggen. Dat zou altijd tof zijn. Ga je ooit een video opnemen met een kijker? Komt er nog binnen. Is dat voor mij? Ja, is voor jou, denk ik. Ik heb pas nog een video met kijker opgenomen, zie je ook daar. Vreemde tekening raden was met Nicky, die zag je net ook daar. Oh ja. Een hele grote fan, die heeft ook... Maar zijn het zusjes eigenlijk, of lijkt het zo? Ja, het is tweeling. Oh, vandaar. Oké, okay, dan lijkt het zo. Ja, ja, echt super nice. En ook gewoon zo sharp gemonteerd. Ben je er lang mee bezig? Voor één zo'n video. Ja? Met deze ben ik volgens mij wel een week bezig geweest. En dan elke dag wel editen. Ja, ja, ja. Niet precies. Elke dag fulltime, maar soms wel helemaal. En dan soms weer een stukje. Ja? Ja. Ja, nee, maar dat levert het dan toch oh, op, sorry. Ja, als ik ben wel... na 24 uur. Ik ben wel geïnteresseerd, maar... ja. Ja. Maar de vraag was dus of ik nog een keer zou doen. En ik vind het wel heel leuk om nog eens te doen. Ja. Ja, ik zit even te denken. Kunnen wij zo een live Wie lacht er zo doen eigenlijk? Ik heb geen lachjes, maar nee. Kan ik misschien opzoeken op mijn telefoon. Het is wel leuk. Of ja, misschien kan Robin beneden hier even bij helpen. Die, oh ja. Degene die de Skype... Ja. Want dan kun je straks hier als... Je moet wel die stukjes knippen uit... Ja, dat snap ik. Nee, precies. Maar dan kan ik hier wel ergens instarten. Oké. Okay. Maar ik weet niet, je zal geen computer bij hebben misschien. Nee. Nee. Ik heb, nou ja. Ik heb mijn camera. Maar het lijkt me wel leuk om straks nog met Jamila eventjes een spelletje te spelen. Oh ja, ja, ja. Dat is inderdaad leuk. Dat is wel leuk, toch? Ja. Als we het live kunnen gaan doen. Tycho is een bekende Nederlander aan het worden. Ja, heel goed.
Meisje Jamila, Tika, ja, er komen al heel veel Meisje Jamila dingen binnen. En zij is er, geloof ik. Misschien is het leuk om haar, misschien wil je nog even de naam van Emma zeggen, want die komt vaak binnen. Emma. Ja, ja. Ja, die wilde heel graag haar naam. Nou. Bij deze. Hi zus. Oké. Ja, Nederland wordt echt weer een beetje wakker, begrijp ik al. Ja, en daar komt zij. Hier is meisje Jamila. Hey. Hallo dan. Ja, wat leuk dat je er bent. Goedemorgen. Heb jij nog veel energie voor? Hey mensen, ik ben net klaar met de livestream. Het was echt hartstikke leuk. Ik heb daar eigenlijk binnen niet eens gefilmd. Ik had er niet aan gedacht. We hebben waarschijnlijk wel stukjes van de stream gezien. En nu weer naar de trein. Even op deze manier even eindigen, omdat het echt niet helemaal HD was. Bedankt voor het kijken. Ik vond het super vet. Giel, super bedankt. Abonneer zeker op Giels. Echt hartstikke verdiend. En dan zie ik jullie later, mensen.